moeders, jongens en meisjes, opa's en oma's, tantes en ooms, buurmannen en buurvrouwen, geef hem een hartelijk applaus. Hier is die de Haagse van Modderboer. En weer een hele goede avond allemaal. En welkom, ja, Miranda, Daphne, Deni, Frank, Cookie Monster en wie er allemaal zit te kijken. Welkom weer bij deze workshop. En dit keer met een inktvis, oftewel octopus. Nou, jullie hebben allemaal gezien. We gaan deze vriendelijke vriend gaan we maken. En je ziet, hij is net weer anders als de andere. We hebben namelijk al een keer gemaakt. Tenminste, niet deze. We hebben al een keer een inktvis gemaakt. En die inktvis was met de ronde ballon. En dat was een 5-inch ballonnetje en een vouwballon. Maar ik denk, ja, stel dat je nou geen 5-inch ballonnen hebt, dan is het wel makkelijk als je in ieder geval een octopus kan maken met alleen vouwballonnen. Er zit hier wel een 5-inch bij voor de ogen, maar daar kan je ook eventueel een vouwballon voor gebruiken. Nou, Daphne zat ook te kijken, zag ik al. En ik had al gezegd van, we hebben vanavond de octopus en een verrassing voor Daphne. Want jullie weten dat misschien nog niet, of ja, dat hebben jullie misschien wel gezien op Facebook. Maar Daphne is morgen jarig. Dus daar moet je natuurlijk wel iets mee doen als Haagse Modderboer. En zoals jullie weten is Daphne eigenlijk vanaf het begin al de vaste fan van YouTube. Want die heeft altijd vanaf het begin hebben ze alles meegedaan. Dus ik denk, ik ga daar even iets mee doen. Dan moet ik even kijken waar ik hem gelaten heb. Ah, Daphne, ik hoop dat je zit te kijken en dat je niet met je eten bezig bent. Maar we gaan zo meteen de octopus maken. Dus sowieso gaan we die live maken. Maar voor jou heb ik een speciale hoed. De eenhoornhoed die wij zo meteen er nog even bij gaan maken voor jou om op te zetten natuurlijk. Voor je verjaardag. Niet dat je één bent geworden, maar het leek mij wel leuk. En het was trouwens niet mijn idee, hè, want het was het idee van de secretaresse. Maar ik voer hem natuurlijk uit. Dus Daphne, ik hoop dat je daar iets mee kan. Ik zie dat Isabel er ook weer bij is. Nou, gezellig Isabel. Leuk. En even kijken hoor. En Cookie Monster had ik al voorbij zien komen. Nou, we zitten weer lekker met een clubje bij elkaar. Waar ga je mee beginnen? Met de inktvis. Nou, je hebt in principe twee vouwballonnen nodig. Ik maak nu weer even met Lila. En Kares zie ik ook voorbij komen. Hoi Kares. We blazen de ballon op. Met de dubbelwerkende pomp blaas je drie keer op. Heb je die nou niet, zorg dat je in elk geval, ik kan het even met de vingers laten zien, ongeveer 7 vingers heb je nodig om over te laten om dit 4 uurtje te gaan maken. Nou, dit hebben we. Ja. Wat je nou doet, is dit en dit. Zo. Je ziet dat het een soort S is. En dit knijp je gewoon even bij. Kijk, je ziet wat er gebeurt. Je hebt ineens de S-vorm. Dus wat deed je net? Je doet dit. Je knijpt het gewoon even bij elkaar zo. Zo. Kijk. Oma Isabel is helemaal niet erg, hè? Je kan ook gewoon eerst lekker meekijken. En daarna kan je het op je gemakje maken. Want voordeel is, je kan hem ook terugspoelen. Dus dan hoef je mijn tempo niet aan te houden. Dus helemaal goed. Kijken vind ik ook gezellig. Hier draai je. Dus je hebt nou hier dit heb je. Hier draai je. Dat je dit krijgt. En wat we dan gaan maken. Is eigenlijk dat bovengedeelte. Dus dit gedeelte gaan we nu eerst voor elkaar maken. Nou, dat kan je zelf bepalen hoe groot je dat maakt. Je ziet, ik maak hem zo. Ja. Dan doe je dubbel. Dus ik wil allebei de kanten hetzelfde hebben. Je draait hem op slot. Dus je krijgt dit. Ja? Dus de S. En dit. Ja? Hey, Kiara. Hoi. Leuk dat je erbij bent. Wat je nu gaat doen. Je legt hem hier overheen. Zo. Ja? Dus je doet dit. Dus je hebt dit. En je legt hem eroverheen. Dus zo. Dit draai je ook weer allebei vast. Ja, dus tot zover gaat het goed. En nou doe ik met deze. Doe ik weer precies hetzelfde als daarnet. Kijk. Ik doe dit. Ik leg hem naar boven. Dus je krijgt weer die S. Zie je?
knijp ik weer een beetje bij elkaar. Zo. Kijk. Dat je dus twee van die pootjes krijgt. Nou, hier. Kijk, hier wil ik hem stoppen. Dan vind ik hem groot genoeg. Dus met de schaar haal ik dit er vanaf. Zo. En dit knippen we eraf. Nou, dit heb je tot zover klaar. Ja. Nou pak je weer een ballon. Die blaas je eigenlijk hetzelfde op. Zo. 2, 3. Als de vorige ballon. Ja, Kiara. Maar dat is het leuke juist. Hè? Ik zie al die namen voorbij komen aan de rechterkant. Ja, en ook jij kwam er nu bij. Dus dan noem ik toch even je naam, hè, dat je erbij bent. En ik hoop dat je allemaal snapt wat ik aan het uitleggen ben. Je kan het dan wel niet zien. Maar het is wel makkelijk om in elk geval te horen ook wat er gebeurt. Nou. Wat je nu weer gaat doen. Weer die S. En waarom ga ik altijd live? Omdat live vind ik hartstikke leuk om te doen. En iedereen kan meekijken. Dus vandaar dat ik live ga. Nou, dit maak je weer een S'je van, zie je? Ja, tenminste, dit is dan de S, hè? Want wat eruit komt, als dit leg ik op elkaar, het is dan alleen maar een kwestie even van knijpen en je krijgt deze vorm. Nou, hier maak je dat pootje, dan maak je weer precies hetzelfde, zie je? Als de rest. Dus hier draai ik hem, maak ze niet te groot. En wat ik nou doe, is eigenlijk een bloemetje maken. Een soort bloemetje. Van 4 blaadjes. Dus 1. Knijp hem een beetje. Deze knijp ik een beetje. Dit is 2. Ja, Daphne heeft zo toch een klein beetje verjaardagsfeestje met toch veel meer mensen. Hè? En dat maakt het juist zo leuk. Ze hebt ze niet thuis, maar toch wordt ze gefeliciteerd. Nou, nog een keer knijpen. Had je nou je verjaardag goed meegekregen, Daphne? Ik heb er nou 3. Dan komt er nog eentje bij, want ik moet ook natuurlijk opletten dat ik de workshop goed blijf uitleggen. Nou, dit is 4. En wat ik hier nou over heb, daar maak ik nou graag gedaan cookie monster. Dan weet je ook waarom het live gaat. Het is veel te gezellig, want ik zie ook gelijk wat er gebeurt. We maken weer zo'n S'je. Zo. Ja. En ik maak hem even wat kleiner. Ik knip hem hier af. Zo. Dit knoop ik weer dicht. En soms kom je wel wat verder uit, soms kom je niet wat verder uit. Het is maar net wat je hebt. Dat je ballon aan het eind hebt. Ik knip even de knoopjes eraf. Want dat vind ik even wat netter. Zo. En we ruimen natuurlijk straks alles weer netjes op. Hè. Nou, je hebt nou 2 gedeeltes. Dus je hebt hier 2 pootjes met 4 loepjes. Oftewel, zeg maar het bloemetje. En hier heb je ook 2 pootjes met de bovenkant van de octopus. Even kijken. Nee, Daphne heeft niet meegekregen wat we gezegd hebben. Ik zei, nou, Daphne is morgen jarig, dus verdient ze een feesthoedje. Kijk Daphne, jij hebt vanavond gewoon, ik denk, ja, hier zitten weinig pinstwisjes in. Dus wat we vanavond ook gaan maken, kijk. Jouw feesthoed, oftewel een unicornhoed. Maar dat krijgen we zo meteen. Hè? We gaan eerst deze even afmaken. Nou, deze doe je bij elkaar. Dus dit verbind je zo bij elkaar. Kijk, alles zit nu door elkaar heen. Alleen dan moet je zorgen dat tussen elk pootje 1 zo'n loepje komt. Ja? Pootje, loepje, pootje, loepje. Nou, dat gaan we eerst even voor elkaar krijgen. Zo, als ik hem even op zijn plekje zet, even een dingetje. Ik zorg ook dat de pootjes naar beneden, de filmband naar beneden staan. Zo. En deze even netjes. Nou staat hij zoals ik hem hebben wil, zie je? Dus hij heeft al zijn pootjes
En alles zit er precies zo tussen, zie je? Dus ik heb eigenlijk in principe twee plusjes gemaakt. Ja? Nou, ik ga ze ogen maken. En ze ogen maak ik uit een 5 inch. Je kan het ook gewoon met een vouwballon doen. Als je een vouwballon doet, want zoals wij wel meer ogen maken, dan is gewoon een vouwballon opblazen, de ogen maken en die doe je tussen. Maar ik doe het nu even met een 5 inch. Ik blaas hem niet te groot op. Zo. Als je hem knoopt. Zo. Zorg dat het knoopje hier helemaal aan het eind zit. Want dan kan je dit doen, zie je. En ik wil deze, wil ik eigenlijk zo, het liefste, omdat ik 2 ogen wil maken. Hou je wat ruimte met de ballon. Ja. Dus vandaar dat ik dat eigenlijk doe. Ja, de ogen. Die gaat hier tussen. Dus die doe ik tussen deze loop heen. Ja. Zo. Gaan we even zijn ogen erop tekenen. Anders weet hij niet waar hij heen zwemt natuurlijk. Zo. Je ziet dat hij al veel meer vorm krijgt. Als je het nou leuk vindt en je hebt die ballonnen, want daar gaat het wel om. Ik heb doorzichtige kleerballonnen. Zo. Daar maak ik die bubbeltjes van. Want ik vind het ook wel leuk om die bubbels erbij te hebben. Blazen we dan niet te ver op. Want omdat je heel veel bubbels gaat maken, ga je dan ook weer heel veel lucht verplaatsen. Dus wat ik nu ga doen, is eigenlijk een bolletje, nog een bolletje, pinstwist. Bolletje en een pinstwist. Nou, zo ga je een hele lange tijd door. En dan maak je heel veel bolletjes en heel veel pinstwistjes. Nou, voor dachten vind ik dat helemaal geweldig natuurlijk. En voor degenen die natuurlijk nog niet de pinstwist onder de knie hebben. Nou, die kunnen daar zich helemaal op uitleven. En normaal gesproken kan je dus ook heel veel bubbeltjes maken. Gewoon zo. Zie. Dus hoef je eigenlijk geen pinstwistjes te maken. Zie je? En als je geen doorzichtige ballon hebt, zoals Daphne al zegt, maak je het gewoon van wit of van iets anders. Hè. Dat maakt op zich niet uit. Nou, kijk, nou heb ik die bubbels. Ik zet gewoon de bubbels even hier vast. Zo. Kijk, en zo zit hij dan toch net iets meer in het water, zie je? Ja. Kijk, even kijken, goed laten zien. Waar zit hij? Zo. Zo heb je dus ja, eigenlijk 2 hele leuke inktvisjes of octopussen, hoe je ze ook noemt. Ik hoop dat het jullie lukt. Nou, Daphne stuurt trouwensgewijs iedere keer foto's op. Dus ik verwacht sowieso natuurlijk alweer dat er weer inktvissen komen. Misschien met hele andere ideeën van haar, dat is ook wel leuk. Ja, maak hem in je eigen kleur, want de kleur maakt niet uit. Je ziet, je kan alle kanten op met die inktvisjes. En ik zeg al, heb je de bubbels niet, dan ja, gebruik je gewoon een andere kleur. Hè? Kijk, doorzichtig is het leukste natuurlijk, maar als je dat niet hebt, maak gewoon met andere kleuren, kom je er ook. Dus ja, voor degene die natuurlijk pas kijken of die het nog niet weten. Als je geen ballonnen hebt of geen ballonpomp of zoals de kleerballonnen is, zoals ik die nu gebruik, die doorzichtige. Kijk even op de webshop van ballonnen-hondje.nl. Daar kan je alles vinden. En wij hebben kleine partijen, grote partijen. Dus ook daar kunnen we je bij helpen. Nou, Daphne. Even kijken. Want ik denk, ja, morgen moet jij toch wel iets feestelijks op. Nou, wat ik in het begin al zei, het is niet mijn idee, hè. Want anders krijg ik straks weer de schuld. Maar de secretaresse van de Haagse Lonneboer kwam met dat idee van, joh, misschien moeten we een hoed maken voor Daphne. Nou, Daphne, ik vind hem geweldig. Ik zal het even laten zien. Ik zal even showen. Kijk, als je dit toch morgen opzet, Daphne. Nou, hoe ziet die Haagse Lonneboer eruit? Geweldig, toch? Nou, voor jou moet dat lukken, Daphne. Is geen probleem natuurlijk. Ik ga jullie het even uitleggen. Dus we hebben lekker een dubbel lange workshop. Dus in deze workshop, wat gaan we maken?
Tada! Een unicorn feesthoed voor een jaar. Om die feesthoed te maken, ik zal hem trouwens even hier achter zetten, zo. Kunnen we in de gaten houden. Om die feesthoed te maken, blaas je eerst een witte ballon. Dus, die blaas je ook gewoon 3 keer op met de dubbelwerkende pomp. En anders zorg je gewoon dat je heel veel ruimte over hebt. Zie je? Dus minstens 7 vingers. Nou, waar begin je mee? Ik begin met een pinstwist. Zo. Dus je moet wel even de pinstwisten onder de knie hebben. Ja, Daphne. Nou verwachten we morgen zeker foto's. Dat wordt heel gezellig. Als je nou, Daphne, als je nou slim bent, dan maak je, omdat je met je morgen met je verjaardag, maak je er gewoon 6. Dan doe je iedereen een andere kleur hoed op. Nou, hoe stoer is dat? Loop je niet alleen met een eenhoorn op je hoofd. Ja, toch? Nou, je begint met een pinstwist. En een klein bolletje. Dan maak ik weer een pinstwist. Oh. En ik doe er nog eentje daarachteraan. Dus ik maak 2 pinstwistjes. Ja. Zo. Nou, dan krijg je het oor. Het eerste oor van de unicorn. Zo. Ja. En zoals je ziet, waar de hoorn vast komt te zitten. Dus je krijgt een bolletje. En dan krijg je een heel klein rondje weer. Maak ze niet te groot. Met 2 pinstwistjes. Want daar komt zo meteen. Komt daar. Zo. Kijk. Komt daar die hoorn tussen. Hè? Dan ga je dit gedeelte, dus pinstwist, bolletje, 2 kleine pinstwistjes, oortje. Dit, ja, als iedereen hem nu maakt. Ja, kunnen we ook doen, hè. Maken we morgen allemaal foto's. Zetten we al die foto's bij jou op de Facebook. Is ook gezellig. Nog 2 pinstwistjes. En dan ga je dit gedeelte ga je weer kopiëren naar de andere kant. Dus precies hetzelfde. Dus 1. Nou, je maakt daar weer 2 pinstwistjes. Ja. Dus 2 bolletjes, 2 pinstwistjes. Dus je krijgt dit. Dan maak je weer een oortje ook. Kijk, en zo. Probeer ze een beetje hetzelfde te houden. Hier. Juist. En dan eindig je eigenlijk weer hetzelfde als aan de andere kant. Dus een klein bolletje. En hier een pinstwist. En dan kan dit stukje zo. Ga je leeg laten lopen. Kijk. Dit is de opzet. Zie je? Deze heb je alvast. Nou, dan blaas je nog een ballon op. Want die ballon wordt eigenlijk dus voor horen zo groot als ik wil. Ja, die mag jij net zo groot maken als jij zelf wil, Daphne. Dus ik laat het helemaal aan jou over. Is goed, Kiara slaapt lekker, hè? En ik ben benieuwd hoe alles eruit gaat zien, maar dat gaat vast goed komen. En een heel fijn weekend, hè? Geniet lekker van het mooie weekend. Nou, voor de anderen weer, we koppelen hem hier aan vast, ja? En dan is het eigenlijk een kwestie dus, ik zet even mijn pet voor je af, om dus om je hoofd heen te gaan, naar voren, maak hem niet te strak, zo. En dan zet je hem bij de andere pinstwist, zet je jouw ballon vast. Zo. Ja. Dit gedeelte kan eraf. Nou, dit heb je, zie je? Want hij gaat dan zo op je hoofd. Nou is de kwestie dus van de hoorn maken. Nou, ook daar blaas je gewoon de ballon weer 3 keer op. Zo. Beetje zacht maken. Zo. Even. Ja, ik zit ook gelijk weer even mee te lezen, want er gebeurt zoveel in de chat. Zo. Zorg dat hij wel een beetje zacht is. Ja? Want die hoorn die kan je dan wat makkelijker vouwen. Zo. Ik trek hem ook een beetje uit. Zoek dan zo dit gedeelte op. Zie je?
En hier ga je zo om elkaar heen. Dit doe je. Zo. Zo. En dan draai je hier op. Kijk, dan heb je hem zo gemaakt. Deze gaat hier in het midden. Zo. Dus die zet je daar ook vast. Tussen die twee pinstwistjes. Hé, hey, moet jij in karakter, Isabel? Ja, dat is zeker niet fijn. Dat wil je natuurlijk niet. Wel voordeel. Ik heb heel veel filmpjes staan natuurlijk. Dus vervelen hoef je niet, hè. En als je ballonnen hebt, kan je alle kanten op. Nou, de oren zet even naar boven. Zet even op de goede maat. Zo. Kijk, Daphne. Zie je, dat gaat toch de goede kant op, hè. Nou. Ja, het is ook een leuke techniek. Alleen, je moet hem een beetje zacht maken. Dat is wel heel belangrijk, dat je hem een beetje uitrekt. Want anders dan kom je, dan wordt die knoepert hard en dan draait die lekker. Maar het is een hele leuke techniek om zo'n hoorn te maken, zeg maar. We vergeten de weef. Vergaten de weef. Ja, eigenlijk wel, hè? Hey, ja, voor Daphne. De weef. De bloemetjes. Ik wil ook de bloemetjes maken. En ik probeer het een beetje in de kleuren van de unicorn te doen. En we maken dus kleine bloemetjes met 5 blaadjes. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. Draai alles even goed door elkaar. De rest haal ik er bijna vanaf, want ik wil nog een stukje overlaten, waardoor ik hem zo meteen kan vastzetten aan de unicornhoorn. Of de hoed eigenlijk. Nou, ik heb ook namelijk nog kleine stukjes ballon over. En om die te gebruiken, kijk zo, maak ik daar eigenlijk de middenstukjes van. Ik wil even duiken, want mijn bloem is op de grond gevallen. Ook dat gebeurt in live uitzendingen, hè, dat zie je maar. Kijk, zo. En dan zet ze hem hier op de hoek vast. Zo. Dus, eerste bloem. Nou, de tweede doe je precies hetzelfde. Zo. En dan maken we weer een bloem met 5 blaadjes. Nou, Isabel, ik hoop dat het allemaal niet positief uitvalt. Want dan heb je natuurlijk dat je in quarantaine moet. Maar ik hoop dat, dat je niet in quarantaine hoeft. Dat scheelt natuurlijk weer, hè. Ja, 2. We maken een derde blaadje. We maken het 4e blaadje. En we maken het 5e blaadje. Zo. En ook hier heb ik weer een klein stukje ballon. Zie je, een scrapstukje. Zo. En dan maken we een middenstukje van. En die zetten we aan de andere kant. Ja, dat en dan zou ik zeggen, leef je uit. En je mag hem op je hoofd zetten. Zo. Alles even op de juiste volgorde. Nou, en we hebben hem. Daphne, ik zou zeggen, ga lekker je gang. We hebben een hele mooie feesthoed voor je. Als nou iedereen het maakt en morgen bij Daphne even gewoon allemaal zichzelf even met de hoed op de Facebookpagina van Daphne natuurlijk neerzet, dan voelt ze zich niet helemaal alleen als zij het wel doet. Want ik verwacht natuurlijk wel van Daphne natuurlijk dat ze dat gaat doen. Hè?
Dus, nou, hij staat je schattig. Ja, hij staat me heel goed, Daphne. Nou, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En, nou ja, je ziet, je kan hem in allerlei kleuren maken. Dus het is best wel een leuke hoed om voor de kinderen, ja, en niet alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen natuurlijk, hè. Dus Daphne, je hebt morgen echt een feestgevoel. Zeker met jouw verjaardag zo. Voor nu, allemaal een heel fijn weekend. En een fijne avond. Ik ga even van de gang, één voor jou. Een, ik lees natuurlijk gelijk even de chat ook weer mee. Ja. Nou, Daphne. En ik zie dat de anderen hem ook wel leuk vinden. Dus nou, top. Voor nu, iedereen... Tot de volgende keer. Ik hoor van Miranda die vroeg al voor een leeuw. Dus misschien een mooi, een leuk idee. Moet ik wel even onthouden. Voor volgende week om een leeuw in te plannen. Want die is al heel lang terug. Heb ik die ooit eens gemaakt. Maar leuk om hem nu te gaan maken volgende week. Dus volgende week zaterdag zie ik jullie weer. Voor nu blijf allemaal gezond. En tot de volgende keer. Doei.